Ze mocht zelfs niet een lettergreep uitspreken die voorkwam in de naam van haar man. Dus die man heet Groenteman en zij ontmoette Hoofdman. Dan moest ze dat vervangen door een klik. Dan zei ze dag Hoofdman. Waarom is het Nederlands niet uitgegroeid tot een wereldtaal? De Universiteit van Nederland presenteert taalsocioloog professor Dr. Abram de Zwaan. Ja, het piepkleine Portugees wordt nog gesproken in Goa, Angola, Brazilië, Mozambique. En het toch flink wat groter in Nederlands, dat is praktisch uit de wereld verdwenen. Hoe komt dat? Kan ik meteen wel vertellen, door een onnoemelijke stommiteit. Jammer is het wel. Maar laat ik eerst eens even uitleggen hoe die koloniale talen gefunctioneerd hebben en waarom zoveel daarvan nog steeds een rol hebben als belangrijke verkeerstaal. Voordat de Europeanen in de Amerika's kwamen en voordat ze in Afrika en Azië landen, had je heel vaak dat daar vrij kleine gemeenschappen leefden die niet zo verschrikkelijk veel met elkaar te maken hadden, omdat ze toch hetzelfde produceerden. Kijk, zodra een gemeenschap aan zee met een gemeenschap in de heuvels, die kunnen natuurlijk vis ruilen tegen vruchten, et cetera, die hebben een soort handeltje. Maar als allemaal op de savanne, dan hebben ze elkaar niet zo verschrikkelijk veel te vertellen. Ze hebben de neiging om heel verschillende talen te ontwikkelen, al weten we niet zeker of ze echt wel zo verschillend zijn als ze worden voorgesteld. En voor één ding hebben ze elkaar wel nodig, die belendende gemeenschappen. En dat is voor de uitwisseling van huwelijkspartners. Al was het maar om de eenvoudige reden van de incestvermijding. Wat krijg je dan? Iemand uit het ene dorp trouwt aan met een familie in het andere dorp. Meestal is hij dan het enige buitenbeentje of zij en wordt flink laag neergezet en moet heel hard werken. En moet vaak respect betonen. En daar is een heel bijzonder gebruik, komt daar vandaan. Wanneer de Khoisan-volkeren, dat is een kliktaal, die als in onder hun klankarsenaal hebben. Wanneer een vrouw uit het Khoisan-volk trouwde met iemand uit het Xhosa-volk, dan moest zij respect betonen. Ze moest, dat heet Lonipa, en ze mocht niet de naam uitspreken van haar man, van haar schoonfamilie. Ze mocht zelfs niet een lettergreep uitspreken die voorkwam in de naam van haar man. Dus zegt die man heet Groenteman en zij ontmoette Hoofdman. Dan moest ze dat vervangen door een klik. Dan zei ze dag Hoofd. En als ze wou zeggen wat er vanavond te eten was, dan zei ze vanavond zijn er aardappelen en voor de kinderen en mijn. En zo is die klik. Zo is die klik onder andere in de Xhosa-taal verbreid. Je mag niet klikken. Maar ik vind het veel leuker om geklikt te horen dan applaus. Dat is nog eens respectbetoon. Dus dat zijn hele archaïsche gewoonten uit die uitwisseling van huwelijkspartners en dus de uitwisseling van talen. Want die Khoisan-taal legde dan een brug met dat Xhosa-volk. Maar toen nu die koloniale veroveraars landen op de kusten van Afrika, Azië en Latijns-Amerika, dat begon meestal met zo'n factorij aan de kust van waar men handel dreef in ivoor en in allerhande plaatselijke kostbaarheden. Men leverde geweren, er werden levende mensen verhandeld, die gingen als slaven naar weer een ander continent.
En geleidelijk breidde dat koloniale bestuur zich uit over het hele windgewest, over de hele kolonie, met veel strijd, met name tegen het eind van de 19e eeuw is er verschrikkelijk gevochten in al die landen, hele wrede oorlogen waarin het Westen door zijn bewapening een overwicht had, een gruwelijk bloedbad, en toen waren die koloniën in hun geheel onderworpen. Dan ging natuurlijk zo'n bewind, had allerlei werknemers nodig. En er waren heel wat mensen die dat ook graag wilden, inheemse mensen. Dus die leerden dan de taal van de overwinnaar. Politiebeambten en klerken en inspecteurs. En er kwamen natuurlijk handelshuizen en daar kon je dan een bandje krijgen of handelsman worden of vertegenwoordiger. Waar ook die koloniale taal werd aangeleerd. En zo zie je dat eigenlijk als een soort baldakijn komt over dat die hele kolonie, die taal van de overheerser. Een Europese taal, Frans, Engels, Portugees, Spaans, Nederlands, noem maar op Deens. Die komt daar overheen te liggen. Maar dat is dan de enige taal waarmee je eigenlijk in dat hele gebied terecht kunt, van het ene volk naar het andere, omdat er telkens wel een paar mensen in dat volk zijn die nieuwe taal van de overheerser geleerd hebben. Dat is de verbindingstaal die gesproken wordt door de inheemse elite die samenwerkt met de overheerser. De kinderen van die elite mogen naar school, naar het voortgezet onderwijs, en als ze geluk hebben, dan gaan ze naar Londen, Parijs, Leiden. En je ziet ook heel vaak in de biografieën van die grote onafhankelijkheidsstrijders dat ze in de hoofdsteden van Europa gestudeerd hebben. Een fatsoenlijk vak, maar tussen de colleges hoorden ze van de andere studenten over het socialisme. En ze hoorden over vakbonden. En ze hoorden over nationalisme. En dat ging natuurlijk, dat ging er enorm in. En die mensen kwamen terug, opgestookt door Europese studenten. We praten ook over de Indonesische nationale elite. Die kwamen terug naar hun land en die zetten zich in voor de bevrijdingsbeweging, voor de vakbonden. En daar begon de bevrijdingsbeweging. Maar die bevrijdingsbeweging, die moest ook die taal van de overheerser gebruiken tegen de overheerser. Want dat was de enige taal waarmee je in een land als Nigeria of Senegal of Kenia alle verschillende groepen bij elkaar kon brengen. Het was ook de taal van het ANC, de African National Congress. Dus de overheerser werd bestreden in zijn eigen taal. Toen nu in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw heel veel van die voormalige koloniën onafhankelijk werden, groot gejuich, bevrijding. En dan zeiden ze eindelijk vrij. En nu een nationale, inheemse taal voor heel het bevrijde volk. Uitstekend. Dat zeiden ze natuurlijk in de taal van de overheerser, want anders had niemand het verstaan. Eén nieuwe nationale, inheemse taal. Maar niet die van jullie. Want we gunnen niet één bevolkingsgroep dat zijn taal verheven wordt boven die van alle anderen. Neem Senegal. Daar had je het Wolof. De Wolof-volk maakt ongeveer 45% van de bevolking van Senegal uit. 20-30% van de andere Senegalezen, de Serer en de Diola en de Malinké en de Fulani, spraken ook Wolof als tweede taal. 3/4 van de Senegalezen begrijpt dus uitstekend Wolof. Maar dacht je dat een Serer het de Wolof gunt om Wolof als officiële taal te hebben? Die slavenhalers, ben je gek. Dus nou, laten we dan voorlopig maar Frans aanhouden. Voorlopig is nu 45, 50 jaar en het Frans is nog de nationale taal van Senegal. 2 Fransen heb je. Je hebt het echte geschreven Frans, wat mensen leren die naar school gaan en dan het voortgezet onderwijs. En die kunnen Racine citeren en dictées maken. En je hebt het straatfrans, dat pik je op als je slim bent, in Dakar of in Saint-Louis. En dat is een plat Frans, een patois.
Wat is het verschil? Als je dat hoog Frans, nee, als je laag Frans, patois spreekt, kun je een taxi rijden. Als je hoog Frans spreekt, kun je een taxi bestellen. Het is een klassenverschil. Maar ondertussen blijft die impasse, die padstelling voortgaan, precies zo in Nigeria. Exact zo, eigenlijk tegenwoordig in het huidige Zuid-Afrika. Precies zo in India. India is een bijzonder geval. In India heb je het Hindi. Dat is de taal van een meerderheid van de bevolking. India wordt vrij, 1948, er komt een nieuwe grondwet en daarin staat binnenkort zal het Engels vervangen worden door het Hindi. Het is nog steeds binnenkort. Er zijn, geloof ik, als ik ze goed tel nu, 19 grondwettelijke scheduled gelijste talen. Die allemaal gelijkberechtigd zijn. Maar juist omdat er zoveel talen zijn, denkt men, ja, dat wordt een warboel, laten we het Engels maar aanhouden. Zuid-Afrika, buitengewoon progressief, verkeerde adviseurs. Ik geloof dat er 11 verschillende talen zijn, allemaal bantoetalen, maar weer door het narcisisme van de kleine verschillen, het je vasthouden aan het kleine verschil, zijn er 11 Afrikaanse talen die geen enkele kans maken tegen het Engels en het Afrikaans. En ook het Afrikaans legt het af, hoewel het door heel veel zwarten gesproken wordt. En nog steeds is er het Engels. The more languages, the more English. Hou dat vast, zo is het. En nu ben ik terug bij het begin in Nederlands-Indië. Want wat gebeurde daar? Daar was Nederlands de taal van het koloniaal bewind. Maar het werd niet veel gesproken, want de Nederlanders werden geadviseerd door buitengewoon geleerde taalkundigen en die vertelden aan de bewindvoerders dat Javaans, een hele oude hof- en cultuurtaal, daarin zijn eigenlijk twee registers. Je hebt het Kramat en het Ngoko. Het Kramat is de taal van de hoge stand, van de edellieden, en het Ngoko van de werklieden en de boeren. En als een edelman spreekt tegen een gewone man, dan spreekt hij minzaam in het Ngoko, want een gewoon mens mag geen Kramat spreken. En zeiden deze adviseurs van het koloniaal bewind, we moeten dus niet toestaan dat de Priyaji, de Javaanse adel, Nederlands leert, want dan zullen ze denken, als wij de taal van de overheerser mogen leren, dan zijn we gelijk aan hem. Goed bedacht, maar natuurlijk heel onverstandig. Dus Nederland, pas op heel late fase, heeft toegestaan dat zelfs de Javaanse elite Nederlands leren. Heeft de beperking, de verbreiding van het Nederlands opzettelijk beperkt. Maar in 1928 komen de nationalistische jongeren bijeen om een bevrijdingsbeweging te stichten en zwieren de Sumpah Pemuda, de eed van de jeugd, om Indonesië in Indië te bevrijden. En dat gaan ze doen door het Maleis als taal aan te nemen. Dat is heel bijzonder dat die Javanen niet geïnsisteerd hebben dat hun veruit grootste, veruit belangrijkste taal de taal zou worden van het nieuwe Indonesië. Maar zij begrepen heel goed wat er aan de hand was en realiseerden zich ten eerste de feodale, archaïsche aard van hun taal, de bezoedeling door collaboratie van de Javaanse adel in het Javaans met het Nederlands bewind. En dus werd het een straattaaltje, zo'n bazaartaaltje, zo'n matrozen- en handelsluitaaltje, het Maleis, wat maar door 10% van de bevolking werd gesproken. En dat werd, omdat het de taal van niemand was, de taal van het nieuwe terzijde. Het was wel een hoftaal en een cultuurtaal en een literatuurtaal in Noord-Sumatra, maar dat is even weggepoetst. Dus dat Maleis wordt het in de vorm van Bahasa Indonesia. En verdraait, het lukt na de onafhankelijkheid, de regering van het nieuwe Indonesië, om die taal die maar door een hele kleine minderheid als bazaartaaltje gesproken werd, te maken tot de nieuwe taal van het vrije Indonesië. En van het Nederlands is geen spoor achtergebleven. En dat betekent dat wij niet zoals Portugal een honderden miljoenen potentiële lezers van onze boeken hebben, dat we teruggeworpen zijn op ons eigen kleine Nederland
En dat we ook geen Indonesische knappe schrijvers in het Nederland hebben die de PC Hoofdprijs winnen, zoals die Amerikaanse en Indiaanse schrijvers de Booker Prize winnen. Wij zijn ook hierin de verliezers geweest, maar we gaan opgewekt verder.